wacht op het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Van Dijk. Edward van Kuilenborg is de commentator. Vorige week versloeg NAC met deze 11 Ajax in de arena. Dat waren bonuspunten. Dit zijn de wedstrijden die gewonnen moeten worden. Groningen speelt met Drent in de spits en Matthias Florent linksachter. De Zweed is 25 jaar, deed 1 minuut mee tegen Fortuna en begint voor het eerst in de basis. Hij is tweevoudig Zweeds international. De eerste dreiging komt van NAC. Schenning. Benders. Overtreding van Allag op Cristiano. Schreuder met links, Stewart met rechts of Goudel met links. Dat zijn de mogelijkheden. Het duurt lang. Dat belooft veel. Het is aardig. De vrije trap die uiteindelijk genomen werd door Alfred Schreuder. Half metertje naast. Toe Tiddel. Een van de weinige mensen in vorm bij Groningen. En Broersen. Broersen met een vuurpijl. Bovenop de lat. Appel steed heel cool, maar het scheelde geen eens zoveel. Benders, 13e minuut. Daar gaat Stewart binnen door bij Florent. Stewart, reikt die Cristiano? Nee. Slechte voorzet, er zat veel meer in. Bobsen dan. Bobsen met de actie. Bobsen. Bobsen krijgt hem nog voor, maar veel te zacht. Dat was toch een kans, beseft ook de Amerikaan. Schenning. Sergio. Goudel gaat buitenom. Bobsen met de combinatie voor de regel. Dat is goed niet gevlogen. Schiet maar eens van afstand. Natuurlijk, de redding is van Beukenkamp op het schot van Petto. En is er een strafschop? Ja, hij geeft hem. Hij geeft hem. Allag met de overtreding. Op Cristiano. 14e minuut. Het schot van afstand is uitstekend. Beukenkamp met de redding naar buiten. Dan loopt Allag tegen Cristiano op. En is een strafschop wel heel zwaar bestraft. Niet de Nederlander, maar Veher gaat het klusje klaar. Zijn eerste doel van dit seizoen van de rechtsback van NAC. Saba Veher 1-0 NAC. Cool gedaan door de Hongaar. Beukenkamp naar de verkeerde hoek. En dat is precies wat FC Groningen niet kan gebruiken. Een snel doelpunt in deze uitwedstrijd. Het wilde zo lang mogelijk meedoen en zal moeten gaan aanvallen. En dat is nou net wat niet lukt, dan krijg je frustratie. Bij Broersen ging er heel gemeen in. Geel is terecht. Matthijs. Tedu. Haalt El Shaddad. Ja, goed schot Groningen. Het doelpunt van Veher maakt het er een stuk leuker op voorlopig. Prima hoekschop, ingedraaid en maar net over de kop. Drent was er dichtbij. Broersen. Toetero, dat is goed doorgekopt. En daar komt Drent met de mogelijkheid op de 1-1. Die moet erin. Die moet erin. Weet hij zelf ook, de geboren Groninger. Dit is de omgekeerde wereld. Toetero die doorkopt op Drent. Broersen met de steekpaas. Is dit geen buitenspel van Toetero? Toetero laat zich niet vallen. Geeft voor. Nou, het is weer een schot op doel. Opnieuw een grote kans voor Groningen dat opnieuw verzuimt om op gelijke hoogte te komen met NAC. Schenning en Benders bouwen aan wat misschien wel de eerste echte kans wordt van NAC. Want buiten die strafschop is de ploeg uit Breda nog nauwelijks gevaarlijk geweest. Sterker, Groningen kreeg de twee grootste kansen. Daarom zal er wat moeten gebeuren. En dat wordt begrepen door Cristiano. Bobsen. Wordt de hele wedstrijd al zeer fel uitgezeten. En hier komt opnieuw een kaart. Nu voor Elshoff. Daar gaan ze weer. Bobsen en Elshoff. Bobsen. Cristiano.
Cristiano doet dat goed. En overdraagt die tuikelpartij, maar krijgt wel de vrije trap mee. En Hugo moet oppassen, want een scheidsrechter mag je niet aanraken. Eerst Matthijs, dan Hugo. Ja, raakt hij hem? Het lijkt van niet. Stewart stapt over de bal. Schreuder en 2-0 NAC. Cristiano was er dichtbij, maar is dit geen eigen doelpunt van Allah? Mohamed Allah. Hij heeft nog niet gescoord in de Eredivisie en kopt inderdaad in eigen doel. NAC op een duidelijke 2-0 voorsprong door een eigen doelpunt van de arme Allah. Bobsen. Bobsen met Elshot en Moussabon. Bobsen. Bobsen met een voorzet die op de lat belandt via de hand van Beukenkamp die hem nu veilig in zijn handen heeft. Bobsen eindelijk met een geslaagde actie. Beukenkamp, een heel rommelig begin van de tweede helft. Sergio. Cristiano stond op scherp, maar kon niet veel verder gaan, want dan is het buitenspel. Komt hier de 3-0 aan van NEC. Jawel! 54e minuut. En NEC komt op een ruime marge. Dankzij een doelpunt van Petter. Gaat Stewart en komt hier ook de 4-0. Prima gegeven op Cristiano, maar oh, die glijdt weg. Zijn stampbeen glijdt weg. Dat is jammer voor de topscorer van NAC. Penders. Zo'n rustige, goede, solide verdediger. Babel is een rustige, goede verdediger normaal gesproken, maar die uittrap was niet best. Broers met een schot dat hij maar half raakt. Dat was typerend voor Groningen. Dat halfwerk levert in alle uitwedstrijden dit seizoen. Penders. Maakt er nog wat van. Dat is knap. Schenning. Kapt Hugo uit. Speelt in op Sergio. Sergio. Petter. Stewart. Veher. Steekpaas op Cristiano. 4-0. Het is Stewart die uiteindelijk komt. Cristiano die afleidde. En zo wordt dit een heel leuk avondje voor de supporters hier in Breda. Uitstekende aanval weer van NAC. Over vele schijven. Veel namen genoemd. Maar het is uiteindelijk Ernie Stewart die afrondt. Schenning. Penders. NAC laat het balletje zo lekker gaan, zonder dat de balsnelheid nou erg hoog ligt. NAC hoeft geen eens op zijn top te spelen om Groningen dik te verslaan. Goedel. Groningen speelt natuurlijk wel goed en dit is weer een uitstekend doelpunt, zeg. Sergio. Heerlijke blijdschap van die kleine Braziliaan. Wat een prachtige voorzet ook van Goedel. Lekker ingeknikt. 5-0 voor NAC. Ersie opgevangen, krijgt de vrije trap mee, de vervanger van Bobsen. Matthijs begint de overtreding. Schreuder neemt de vrije trap, Penders is mee. Cristiano komt hier de 6-0. Nee, het schot wordt wonderbaarlijk geblokt. Schot van Petter. Goedel. Krijgt nog een hoekschop mee ook. Ja. Alles zit Groningen tegen en NAC mee. Stewart is eruit. Daarom neemt Schreuder nu maar de hoekschop. Engelaar is lang. Penders is mee. En dit is ook een uitstekend schot van Petter. Die opnieuw dicht bij zijn tweede doelpunt vanavond is. Daar is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Van Dijk. NAC heeft een hele lekkere wedstrijd gespeeld. Hij scoorde één keer. 5-0 is de eindstand. Groningen heeft nu 7 keer gespeeld op vreemde bodem. 7 keer verloren. 2 doelpunten gemaakt en er 18 tegen gekregen.
NAC daarentegen heeft nu 15 duels in eigen stadion niet verloren. En is bezig aan een uitstekende reeks. Maar wat een pakslag voor Groningen. En met name een ongelukkige wedstrijd voor Mohamed Allag. Eerst veroorzaakt hij de strafschop waaruit het 1-0 wordt. En vervolgens scoort hij ook nog eens een keer in eigen doel.